En dit is de allerlekkerste shawarma. Dit is niet vegan. Het is de beste shawarma van de hele wereld. We gaan het nu eten. En dan snel terug naar Bolivia. Good morning. Welkom bij een nieuwe vlog waarin ik één oog heb opgemaakt. We zijn in Parijs. En Parijs! De Brickie is er. We hebben avocado. En we hebben scrambled eggs. En we hebben pannenkoekjes. Hebben we ook stroop? Ja. Dus let's eat. Ik heb honger. Jij, San? Nou, honger hebben ze in andere plekken van de wereld, maar ik trek. Heb wel trek. Trek hebben, maar honger maar. Ik voel me echt nu echt een maatschappijleraar. Ben je ook. Ik heb me aangekleed en ik heb dit jurkje aan van Sabo Skirt. Ik vind het echt super leuk. Het is van linnen. En ik heb die Chanel team om en that's it. En ik ga denk mijn cowboylaars aandoen vandaag. Het is wel echt super benauwd buiten. Ik heb vannacht dus echt tot 3 uur 's nachts rondgelopen in Parijs. En ik ga nu wel weer dezelfde schoenen aan doen. Ik ga deze aan doen. Ik heb al een tijdje niet aangehad, maar ik vind ze wel echt super leuk. Ze zijn van Mango. Alleen ik heb echt mega erge bladen. Dus. Bladenpleisters. Ik heb deze altijd bij me. De eerste keer dat ik naar Fashion Week ging, wilde ik echt op hakken lopen. En dacht ik echt, ik ga mezelf nu echt bewijzen. En toen had ik zulke bladen gewoon aan een aantal dagen. En ik ben altijd gewend om dat Hansplas te kopen. Omdat. Nou, dat koop je gewoon in Nederland. En dat vind ik dus fijn, want ik weet dat die zeg maar ook niet zo snel eraf gaan. Want sommige bladenpleisters gaan er best wel snel af. En deze dus niet. Die kon ik toen niet kopen, dus sindsdien heb ik ze altijd bij me. Dus deze ga ik vandaag opdoen, want anders ga ik het niet volhouden. En ze blijven ook goed zitten. Ze blijven 48 uur zitten. Dus dat gaan we doen. En even snel spullen pakken. En dan gaan we shooten. We zitten in de auto en we gaan zo gezellig lunchen. En ik ben met Esme en Sander. En Jaro is ook gezellig mee. En het is gelukkig al mooi weer. En we hebben eindelijk de plek gevonden waar we gaan lunchen. Anders is het ook dit. Die auto is geparkeerd, dus echt. Ja. Iedereen heeft het mega honger. Waar heb je hem gezet dan? Ja, ik denk dat ik dit nodig heb. Weet je dat je daar gewoon een deuk in jou zet? Ja, nee. Want die beide mensen aan de voor- en achterkant van hun auto's was weer genoeg ruimte. Maar ik sta echt, ja. I really did some. Like, people probably gonna think, like, okay, he helicopter is fucking hard. Car there. Die wieltjes zo draaien. Ik zweet je, het was echt next level, maar ik was zo kwaad. This is van oké, I'm gonna. I don't care anymore. Yeah. Put it there. Echt knap. Maar ook gewoon dat je zeg maar. Dat het elke beide kanten op, dat je echt alleen maar. Wij hebben in Antwerpen even stop gemaakt. En Esme wil nooit op de vlog, maar ja. Er hadden alle mensen onder mijn vlog gezegd dat Esme op Kourtney Kardashian leek. Met Kourtney Kardashian. Ik ga meer op Kylie. Nee, Kris Jenner. Ik kan ook nooit iets leuks uit. Ja, behalve haar. Wat zeg je? Maar we zijn dus in Antwerpen en we zijn bij, hoe heet het dan? Sijan? Finjan. En dit is de allerlekkerste shawarma. Dit is niet vegan. Het is de beste shawarma van de hele wereld. We gaan het nu eten. En dan snel terug naar Bolivia. Ons eten is er fucking lekker. Wij zijn bijna thuis. En het is best wel laat. Het duurt allemaal heel lang. Ik kan niet wachten om Olly weer te zien morgenochtend. En morgen gaan we op vakantie. Ja, dit is echt heel cool. Er komt een man voorbij gereden met 2 honden. Echt super schattig. Morgen op vakantie, San. Ja, super gezellig. Ik ben heel benieuwd. We gaan morgen met de boot gaan we varen. We weten nog niet waar precies, maar jullie gaan het allemaal zien. In Nederland met Olly en Bibi. Dus wel echt even chill na alle stress en reis en werk. Dat we even lekker een week gaan chillen.
wij zijn thuis aangekomen en we zijn meteen naar bed gegaan. Want het is super laat en we zijn allebei heel erg moe. Toch, Sunny? Ben je moe? Jij moet echt moe zijn. Sander heeft super goed gereden. Sander heeft gereden van Parijs naar huis en hij is de beste driver ever. Dus dat is heel fijn. Bedankt, San. En ja, ik ga lekker slapen. Morgen gaan we lekker met vakantie. Ik kan niet wachten om Olivia te zien. En het was denk ik een beetje een chaotische vlog vandaag, omdat we best wel veel random dingen gedaan hebben. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om even mee te kijken in de dag in Parijs een beetje. Ja, en ik zie jullie morgen gezellig weer. Dan gaan we even een wat chillere dag tegemoet. Laat rusten.